Welkom bij de Stempel Cup. Oké. Oké, welkom Steven. Ja, goed Hans. Tweede maal op rij, ja. Ik ben blij dat je opnieuw geselecteerd bent. Mocht er weer bij zijn. Moest je dat toch redelijk, allee, dat ze ja, was echt niemand anders vonden. Ik denk dat is. Voilà. Het was niemand anders voor Ja, het fantastische kandidaat vandaag. Ja, gekende kandidaat ook in Lichtervelde. Ja. Dus Matthijs van Zielichem. Ja. Ja. Zoon van de Burgerschelde. Zoon van, ja, inderdaad. Sociaal werker, als ik me niet vergis. Ja. En leuk wist dat je, zeker voor de mensen nu al een kleine prognose maken over de resultaten. Matthijs is 27 kilo vermaagd. 27 kilo? Ja, maar in voorbereiding van die testen? Nee, tijdens de testen. Tijdens de testen, ja. Ja, waarschijnlijk iemand toch ook even kijken. Zijn dezelfde testen of op welke manier heeft hij dat gedaan? Ik vermoed het wel. Ja, oké. Dus ik ben zeer benieuwd. Matthijs, toffe kerel ook. Dus, ik denk iemand die inderdaad goed gekend is ook bij, bij de jongere gasten. Hey? Ja, en iemand die er ook altijd voor gaat. Dus ik ben super benieuwd hoe Matthijs het van afbrengt. Want ik kijk in de tweede aflevering. Wat zal het geven? Hij heeft de rechtheid van Pieter. Dus we kunnen daar eens een vergelijking maken. Hey? We gaan kijken wat dat hij doet. We gaan ermee van start. Oké. Nou, je kent wel hier haast. Sportman van het jaar. Voel het. Ik had eigenlijk al, kan al vermoeden dat het echter wel in het wagen gebeuren, dus. Hopla. Maar scherp, hé. Maar scherp. De hitte gaat niet veel rollen spelen volgens jou? Wat ik naar de fitness ga en een trui aan mijn kappen, dus ik ben voorbereid op warme temperaturen. Ik ga geen handen om de mensen te dat we zien, maar je moet eraan. Ik heb juist een sigaretje dus morgen ook. Oeh, heel belangrijk. Voor de longen om te zetten? Voor de longen om te zetten, kwest je dat alles gereed is voor te bouwen. Zelfzeker, hè? Zelfzeker, zoals je kan. Het meer doen of laat? Oeh, hè? Voilà, hier zijn we vertrokken. Ja. Laat het duidelijk ook motiveren. Heeft een koptelefoon op. Waarschijnlijk om niet gestoord te worden. Om niet gestoord te worden, volle concentratie. Volle concentratie. Je ziet het ook volop zitten. Ja. Zeer geconcentreerd aan het lopen. Ik denk dat hij een bepaald scenario in gedachten heeft. Maar... Dus waarschijnlijk ook wel bang als hij een telefoon zou missen. Heeft zijn telefoon niet weggelaten. Ja. Toch voor een belangrijke telefoon. Als sociaal werker, je weet nooit dat er iemand in nood zit. In nood zit. Dat getuigt van toch professionalisme ten top. Ondertussen zijn we al terug in NS Klaaslaan. Ja. Dus dat betekent dat we hier al terug het padje op gaan richting het speelpleintje. En we de laatste meter zitten en ik ben benieuwd. Het ziet eruit dat de tijd van Pieter niet zal evenaren. En we klokken af net boven de 7 minuten. 7 minuten en 8 seconden. Oké, dat is niet slecht. Nee, dat is zeker niet slecht. En ik denk, als je die blik in de ogen, dat is doseren. Doseren. Ja. Er komen nog 5 proeven. Het is inderdaad op die manier dat hij het waarschijnlijk kijkt. Je ziet het heel goed zitten en misschien had het het volgende... Het we zagen ook vorige week Pieter, die zei van het is vooral de opeenvolging van proeven die het lastig maakt. Ja. Dus misschien hier een klein beetje ademruimte in rekening gebracht om er nu volop tegen aan te gaan. Ik ben toch benieuwd. De volgende proef, het schieten. Iedereen heeft toch wel zo wat zijn eigen techniek dat men gebruikt. De staande web, duidelijk, die Matthijs hanteert. Ja. Kijk, dat is een tweede schot. Had hij al iets gedoe op de knieën, ja, inderdaad. Ja. Hij was eigenlijk ook wel een beetje een voordeel. Ik weet, in Burgerschelde deed men daar ook het schieten. De legde web, ja, klopt. Ja, de legde web. Misschien heeft hij daar ook al wat getraind daar, dus even kijken. Ik heb hem steeds heel vaak zien trainen in de Burgerschelde. Ja. Ja. Op zaterdag. Waard. Ja, niet altijd raak. Dat weerspiegelt zich hier wel in het resultaat, want ik denk dat we hier ook nog altijd op een nul zetten. En zijn laatste schot waarschijnlijk al. Toch dicht. Het is niet raak, nee. Toch niet? Oké, dan gaan we hier over naar de laatste poging. De laatste. Houd vast aan de techniek op de knie. En nee. Niet raak. Oh. Ja, jammer. Teleurstelling. Okay. Teleurstelling op het gezicht. Nee. Het is dezelfde resultaat als vorige week. Hè? Het zal waarschijnlijk dus ook een heel gemakkelijke proef zijn. Geen gemakkelijke proef. Dat is misschien wel een eerste voorlopige conclusie. Een voorlopige conclusie die getrokken kan worden. Ja. Dus, we gaan toch een kijken om de andere proef. Voilà. Ja, bied ons dat is.
Eerst voor een boten. Eerst voor een boten. Oké, en de snelheid. Dus en de techniek ook op een vriendenvriend. Ja, zeker en vast. Zeker vast. Ja, dat ja, onderschat het niet. Het is een zeer fysieke proef, maar er komt wel wat techniek bij te kijken. Hè. Om die bochten aan te snijden. Op een kort, ja, de kort, afsn- kort, ja, 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 ja. Kort dat hij inderdaad loopt. Terug die opperste ja. En voilà. Kijken wat dat zijn juiste score is. Ik klok af op 19 seconden. 19 seconden. Dat is super. Net boven de tijd van Pieter. Ja. Van Pieter. Ja. Nauwelijks een halve minuut hoger. Dus ja, een zeer behoorlijk is het. Zeer behoorlijk. Zeer behoorlijk, ja. Okay. Tot nu toe moeten we wel vaststellen, na 3 proeven... dat hij toch wat achterloopt op Pieter. Ja, okay. Nu, er komen nog 3 proeven, dus te starten met het gooien van de krachtbal. Ja, achterwaartse. Achterwaartse, denk ik. Wat uit mijn carrière in de jeugdbeweging nog altijd de moeilijkste. De moeilijkste, maar de meest efficiënte techniek is. Ah, toch. Ja. Ah. Ja, toch. Nogmaals. Ja. Ja. Ja, de afstand. Toch een kleine... Ja, prachtig beeld. Ja, prachtig beeld. Ja, ja. Neemt ook enige marge ten aanzien van de streep. Ja. Om daar zeker geen fout te maken. Zonder aanloop hier. De lijkt derde. Mij een mindere poging. En ik eventjes kijken wat zijn beste poging is. Dat zou dan 21 meter 40 zijn. 21 meter 40, ja. Oké. Okay. Opnieuw een behoorlijk resultaat. Net iets onder Peter. Is natuurlijk ook wel wat jonger of Pieter, hé? Dus ja, misschien ook de ervaring dat Pieter meer had, daar speelt misschien ook wel een rol. Hé? Ja, en vergeet ook niet dat Pieter dagelijks kan oefenen op de speelkoer. Ja, dat is ook een verschil. Dat is natuurlijk, het speelt zeker allemaal een rol. Ik denk bij de volgende proef zal Pieter het moeilijk krijgen. Het gaat over het gewichtheffen. Het gaat over het gewichtheffen en dat is, daar is denk ik letterlijk op het leven geschreven van Matthijs. Ja. Je heeft daar ervaring mee. Oh, kijk. Oh. Dat is, dames en heren, dat is 40 kilogram. Hè. Kijk. En gewoon. Ja. Nogmaals, kijk een keer. Ja, geen probleem. Geen probleem. Sorry, ik was mis. Dat was 20 kilogram. 20. Vandaar. Oké. Okay. Nu was dat toch de 40. Nu was dat toch 40. Ja, nee. Ja. Had toch. Ja, toch 40. Kijk eens aan. Kijk, ja. Hup, borsthoogte. En dan nu. Ja. Ja. Super. Ja, die glimlach. Oh. Die glimlach. Hij heeft overschot. Blijven staan. Ja. Hij heeft overschot. Ik vermoed dat hij nog een tweede dan een extra poging. Nee. Dat daast nog wie de ding. Oh, het was lekker. Echt daast bij alles. Dat is 4 kilogram beter. Nou, maar wat uit de zegte was beter in het gewicht even. Dat was duidelijk. Iedereen we wisten het eigenlijk vooraf. Ja, inderdaad. Ja. Goed, dat betekent dat hij hier 2 seconden wint op Pieter. Hij had er natuurlijk wel wat verloren in de proeven ervoor. Ja. Maar... Okay. Zoals we weten in de Simple Cup, alles wordt beslist. Op het einde. En we gaan kijken naar het einde. Ja. Terug geconcentreerd. Ja, koptelefoon. Koptelefoon op. Bijzonder hoge trapfrequentie. Het aantal kilometers per uur is natuurlijk ook, kijken we ook zien. Ja, toch ook ongeveer 40 kilometer per uur. Ja, inderdaad. Ja. Mooi zeg, die concentratie. En hier dan. Vloeiende beweging. Toch ook hier het hoofd die al iets naar beneden gaat. En de toeschouwers die er ook bij zitten, nee. Ja. Heeft de supportersclub mee. Supportersclub kan altijd helpen. 35 km per uur. Dat is toch stevig door de doortrap, hoor. Ja. Hij gebruikt ook het ganse lijf. Hè. Dat is ongelooflijk, die krachtexplosie. En hij gaat er nu al een sprintje uitpersen. En dan ben ik echt benieuwd naar de eindtijd. En lastig. Ja. Lastig, dat kunnen we voorstellen. Maar hier houden de laatste meters in. Duwt nog een keer, bijna een keer op de tanden. Ja, fantastisch. Okay. Wat is dat hier? Nou, zo lastig is het. Het was echt lastig. Kapotski. Zoals met Rock Werther. Allee, ik denk, in Rock Werther ligt hij ook zo. Allee, ja, dat is... Was echt zo. Duidelijk de Rock Werther houding. De Rock Werther houding, ja. Hou je vast, want hij zet een prachtige tijd hier. 4 minuten 51. Super. Ja, ik denk dat een van de betere fietstijden is. Ja. Klopt, dat is de tweede tijd tot nu toe. Dus dat, heel goed. Daarmee iets minder goed dan Pieter opnieuw. Ja. Maar globaal komt het uit op een zeer mooie tijd. Dus ik ben benieuwd naar zijn reactie. De einduitslag. Ik ben meer een technische man dan fysieke werk. Ja, oké. Okay. Jawel. Steven van Mijoen, de tin overloop. Ja. En je moet als te bitsen in totaal tijd hebben zijn. Wat ben je met begin? De eerste proef, het lopen en je gedaan in een tijd van 7 minuten, 8 seconden en 30 honderdsten. Schieten, aantal keren raak, was
0. De bidons verplaatsen in je duin in 19 seconden en 4 honderdsten. Het aantal meters was 21 meter en 40 centimeter. En dan de shoulder press was dat je gedaan met 44 kilogram. En tot je 3 kilometer fietsen heb je gedaan in 4 minuten, 51 seconden en 67 honderdsten. Kijk. Toen heb je dat heel correct uitgerekend en kom je op een tijd van 94 honderdsten, 47 seconden en 11 minuten en 0 uur. Ik zie voor Pata, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Maar ik ga dat niet leuk zijn. Maar je ziet dat niet voor je dat tempo doet. Dus. Nee. Dat zijn boute uitspraken. Ja, 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 want, dat is een, Sander is nog niet aan de beurt geweest. Nee, dat is, maar dat geeft ons meteen een extra spanning. Ja, en 11 minuten, 47 seconden, 27 kilo verliezen. Hè. Dus, gewicht, ja, dat, terug een boute uitspraak, maar ik denk dat dit ongeëvenaard zal blijven. Ja, dus. Oké. Okay. Goed, bedankt. En we zien je graag volgende week terug. Volgende week terug. Dank je wel.